Hoi, leuk jullie weer te zien op dit moment. Tada, tada, de favorieten die ik mama toegebracht. Aan wat ik nu tot nu toe gebruikt heb. Zo, ik vind het gewoon even leuk. Ben gewoon gek. Ik zou vast met de favoriete make-up beginnen. Het is best wel veel, dus ik ga het er even lekker doorheen. Ik ga het even pakken, want dat ligt achter me op mijn bureau. Dat zie je hier zo. En daaronder. Twee paletjes beginnen. Deze van Makeup Revolution. De hele mooie kleuren in. Ik zal proberen jullie niet te verblinden. Super mooie kleuren. Mooie herfstkleuren zoals nu. En deze. Als ik zin heb om op te maken momenteel. Paar en boos. Ik heb er niet zoveel zin in. Dat is deze. Oh. Deze gebruik ik als primer. Dat is de Olay Double Action Day Cream Primer Normal Dry. Laten we even kijken of ik... Ja, zo. Die. En deze parels die ik toen in Duitsland gekocht heb bij de medicamentenmarkt. Dat niet al te veel... Naar beneden, die. Ja. En dan heb ik een blush die ik graag gebruik. Dat is deze van Catrice. Is die. Ja, en deze van Manhattan. Zoals je ziet, dikke pen. Dus als ik zeg maar de primer op heb gedaan, dan doe ik met een sponsje. Ik zal hem even pakken. Deze mini sponsje, zonder nat te maken. Even als setting voor mijn oogschaduw. Doe ik dat dan. En ik heb ook nog retinol voor Rendescar. Eén keer in de week. Soms twee keer in de week. En heb ik de vitaminebom Face Serum B5 plus niacinamide. Perfect. Doe ik gewoon een druppeltje in mijn foundation. Maar dan gebruik ik deze voor. Deze doe ik altijd meestal met de zomer. Een druppeltje in mijn in de primer. En dan, dit is dan de serum, getinte serum, ideaal, mooi effect. En deze hier ben ik heel zuinig op, dat is Reveal Love Me Waterproof Make Drops voor in je foundation. Je hebt er echt maar een heel klein druppeltje voor nodig. Je zoekt maar heel weinig uit momenteel. Ja, je kan het niet zien, want het flesje is blauw. Dus ideaal spul. Kan je helaas alleen op Duitsland krijgen. Dus nou, een aantal oogdingen. Zoals een oogpotlood van Essence. Een bruine. Tegenwoordig gebruik ik geen zwart meer. En een bruine mascara van de HEMA. Ideaal. Alleen ik vind het heel jammer dat ze heel erg gaat klonteren. Als je opdoet. Een wenkbrauwpotloodje. Een hele dunne, fijne. Van W7. Ideaal. Om even bij te werken. Ja, het zit er. Ik hou hem ver vanaf. Niet te dicht bij de camera. Dus voor de wenkbrauwen. Om het vast te zetten. Perfect. Dan heb ik ook de Sexing Eyelid. Die doe ik van tevoren. Dan lift het een beetje je ooglid op. Dus dan krijg je wat meer te zien aan oogschaduw. Make me brow. Ideaal. Even heel snel.
En de eyebag, dat is zeg maar hieronder. Topspul. Is prijzig, maar wel topspul. En dan heb ik zeg maar droog shampoo van... volgens mij was het... De Muller. Die. En af en toe om af te... Ik gebruik meestal het Curly Care Shampoo Cleans Hydration. Deze paarse tegenwoordig. En soms pis ik het eens even met rozemarijn van André Lon. Dat was laatst het 3 voor een tientje. Nou, mijn favoriete deodorant is nog steeds deze. Ik heb ook een nieuwe. Ik zal hem even pakken. Die heb ik toen in Duitsland gekocht. Ik denk of niet, ja. Ja. Dat is zeg maar deze. Die heb ik nog niet in gebruik genomen. En een navel. Nou moet ik zeggen. Je kan het ook gewoon nu bij Holland & Barrett krijgen. Perfect. Oh, ik scheur mijn doosje. Dat maakt niet uit. Ik heb de groene. Perfect. Ik ga hem niet openmaken. Dus die. In ieder geval een houder. En dit is dan zeg maar de navel. Kan ik hier ook laten zien? Ja. Gelukkig. Zo ziet de navel eruit. Dus die. En die oorbellen die je daar allemaal ziet, is allemaal van me online. Oh, je kan het net niet zien. Kijk op het scherpkastel. Ja, daar zo. Deze na. Deze is van Clay & Glow. En deze allemaal is allemaal van Mingelijn. Sorry, ik ben daar een beetje verslaafd aan. Ik kan daar niks aan doen. Dus die... door de week gebruik ik deze. Nou, je kan je wel zien. Die is bijna leeg. En dan ga ik aan deze beginnen. Is ook aardig. Ik wissel het een beetje af. En ja. Dat was het geloof ik even een beetje de favoriete. Oh ja, de borstel. Ideale borstel. Zeg maar van na het douchen heb je best wel wat klitten. Ik heb hier best wel wat klitten. Dus de Tangle Teaser, deze, top. Dit was het zo'n beetje, dus ik zou zeggen, abonneer op mijn kanaal, druk op het belletje, blijf je altijd op de hoogte en dan zie ik jullie de volgende keer.